In de ontwikkeling van voorlichtingsmaterialen staat het samenwerken met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven voor VAREL centraal. In dit filmpje testen we de website thuisarts.nl en de beweegcirkel van Kenniscentrum Sport. Dat het ook heel veel ongelukken kan voorkomen. Doordat wij de bijsluiters niet kunnen lezen, maar ook de digitale wereld op gezondheidsgebied. We willen het heel graag, maar het is vaak nog te moeilijk. En dan is het fijn om daar mee te werken, om het makkelijker te maken. Dat iedereen het begrijpt, maar ook laaggeletterden, maar ook oudere mensen en mensen van buitenlandse afkomst. Dat iedereen het begrijpt. Ik vind het heel leuk. Betekent ik bestaat ook. Houden jullie rekening met onze... Je weet het, jullie zitten ook veel lacherletters mensen. Vroeger was ik nooit te vragen aan een arts van leg me eens even dat uit, wat betekent dat? Want je wou alleen maar weg. Want je zag blaadjes te liggen, maar je wou die arts weg. En dan verzon je weer een smoesje, help, ik heb hem 11 uur, moet ik foto's knippen, dan moet ik daar zijn. Je wou alleen maar weg. En nu is het, doordat ik het lezen en schrijven een groot gedeelte beheers, nog niet helemaal, vraag je eerder om hulp. En dan is het ook fijn om aan zijn website mee te werken. Er zijn altijd mensen die daar niet mee kunnen werken of er moeilijke woorden in staan waar ze niet kunnen lezen. Dus dan kunnen ze het misschien toch aanpassen om een betere versie ervan te maken. Wat iedereen er wat aan heeft. Onafhankelijk, ja, dat is ook zo'n moeilijk woord. Dat hij iets is, iets tegen jou zegt, waar hij meent en niet van een ander uit. Dat vermoeden, daar haal ik onder onafhankelijkheid. Dit is moeilijk, is een lang woord. Bewegen, begrijp ik, activiteit. Activiteiten. Kan je nog meer doen? Voor mij eigenlijk alleen bewegen is goed. Duidelijk voor mij. Dit is voor mij te moeilijk, dit stukje zo. Dat is te moeilijk. Dit sla ik over, want daar kom ik niet uit. Dan lees ik dit stukje dan. Pak ik een stuk in de zin op. En daar probeer ik iets uit te halen, maar dat is wel heel moeilijk. Het is wel fijn dat het vet gedrukte letters zijn. Een beetje grote letters. Dat leest makkelijker. Ik vind het ook fijn, door die grote letters ontdek ik eerder wat er staat. En kijk, want hier werd het dan gelijk wel moeilijker bij die. Ze hebben hier elke keer gekozen om een stukje tekst en dan zo'n... punt er neer te zetten. Wat vind je daarvan, de manier dat ze dat geschreven hebben? Ik denk dat je die puntjes weg moet laten, denk ik. Ik denk dat je dan 1 of 2 neer moet zitten. Of helemaal niks voor moet zitten. En dat ze elke keer weer beginnen met een nieuw stukje. Helpt dat jou of helpt dat je niet? Wel. Oké. Kijk eens, want dan weet je ook wat het een nieuwe zin is. Ja, want hier loopt bijvoorbeeld de zin wel in één keer een punt en dan gaat er weer een nieuwe zin. Ja, dat kun je ook beter onder elkaar zetten. Kijk, want hier heb je een punt. Dan kun je beter dit stukje weer bij elkaar zetten. Want dan weet je, dit is één dingetje, maar dit is weer een nieuw iets. Door het woordje arts weet ik dat het een dokter is. Ja, oké. Kijk, maar deze zit er gewoon met zijn trui aan, maar geen wit ding aan. Ja, dat is een vrouwelijke huisarts in één keer. Dan denk ik van, ik mocht terug, maar dan kom ik bij een heel ander plaatje. Ja. En dan denk ik, wat denk je dan inderdaad? Ja, het is niet mijn huisarts. Ja. Want die ene vorige man, dat zou dan waarschijnlijk mijn huisarts zien. En nu kreeg ik in één keer een andere. Ja. Ja, heb ik iets fouts gedaan dat ik nu misschien mijn gegevens naar een andere arts gegaan is? Dat zou ik dan denken dat ik nu een ander beeld kreeg. Ja. Want als ik straks bij die man ging staan in het vakje op het hart, stond het hart ernaast. En dat hart woordje stond op de plek van de longen. Daar ontdekte ik gelijk, want het staat op de plek van de longen, maar zet het dan in het vakje op de plek van het hart. Ja. Je bent bang als dat je ergens komt waar je wat moet typen? Ja, waar je van alles in moet vullen op wachtwoorden, gebied, allemaal op die dingen. Ja. En dat je dan ook weer iets in moet typen waar je zelfs niet weet hoe dat geschreven moet worden. Ja. En ik sla gewoon dingen over wat ik denk, dat is voor mij niet te lezen. Wat heb jij aan dit boekje?
Ja, ik wil graag op het sport ook informatie krijgen, alles. Voor weten wat goed of slecht. Ik denk dat het dan niet duidelijker wordt wat ze willen. Want ze zetten bewegen en sporten neer. Dus ik denk dat je dat een beetje apart moet neerzetten. Is dat nu te veel naast elkaar, bedoel je dat? Of? Ja, of naast elkaar. Want ik denk dat sommige mensen denken, wat moet ik nou gaan doen? Moet ik nou gaan bewegen of moet ik gaan sporten? Die vind ik gelijk, die voorleesfunctie. Door het microfoontje. Okay. Dan krijg je die voorlees. Dat is wel heel duidelijk. Ja, ja. En die ken je ook? Ja, ja. Die zoek ik vaak wel het allereerste op, alleen voor de moeilijke woorden. En als jij die voorleesfunctie aanzet, lees je dan nog mee of ga je dan echt luisteren? Ja, ik vind het wel mooi, heel mooi dat dat kleur weergegeven wordt, want dan vind ik het mooi om mee te lezen. Ja. Als je dit nou wel goed zou moeten onthouden, op welke manier kan dat beter dan dit blaadje meenemen? Ja, iedereen heeft tegenwoordig een telefoon, een smarttelefoon. En dan kun je zeg maar een soort piepertje af laten gaan. Want dan spreek je af, wanneer, welke dag wil je gaan sporten? Want dat zie je met andere dingen ook.